Reed u vorige week in de nacht van woensdag op donderdag op de A15? Dan kunt u zomaar getuige zijn geweest van de Roemeense methode. De Roemeense methode, oftewel ladingdiefstal uit een rijdende vrachtwagen. Tot een paar jaar geleden kon niemand zich voorstellen dat het mogelijk was, tot de politie in Roemenië deze beelden maakte. Afgelopen maand nog lieten we met deze animatie zien hoe een groep criminelen deze zomer had toegeslagen. Dat gebeurde op de A73 tussen Nijmegen en Venlo. Met groot gevaar voor eigen leven werd daar een lading iPhones gestolen uit een rijdende vrachtwagen. Om ongestoord hun werk te kunnen doen, werd het overige verkeer op afstand gehouden. Een aantal ladingdieven kon al snel worden aangehouden op een vakantiepark op de Veluwe. En ook de buit werd grotendeels teruggevonden. Ja, het blijkt nu, nog geen week geleden, in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 oktober, is die hondsbrutale methode weer hier in Nederland toegepast. Nu op de A15 tussen Tiel en Nijmegen. We hebben aan de telefoon meneer Krajewski. Wat is daar dan gebeurd? Ja, een collega van mij, een agent in Burger, die had gewerkt in Tiel, reed rond middernacht over de A15 naar huis richting Nijmegen. En op de snelweg bij de afslag Echtelt moest hij ineens flink remmen, omdat er voor hem twee auto's langzaam over de weg reden. Die auto's wilden op die manier het verkeer op afstand houden, net als bij het eerdere incident op de A73. Ja, had uw collega eigenlijk meteen door wat er aan de hand was? Ja, hij herkende eigenlijk gelijk de Roemeense methode. Zeker toen hij verderop iemand op de motorkap van een rijdende auto zag staan die achter een vrachtwagen reed. Hij heeft dan ook meteen de meldkamer ingeschakeld en heeft goed kunnen zien welke auto's erbij betrokken waren. Er waren een Ford Transit en een soortgelijke blauwe Skoda Fabia. Allebei met Deense kentekenplaten. Die hielden het verkeer op afstand. En even voor de duidelijkheid, ondertussen stond dus iemand balancerend op een rijdende auto die vrachtwagen open te breken. Ja, vanaf de motorkap van een Opel Omega is het slot van de vrachtwagen opengebroken en is één van de ladingdieven in het laadruim geklommen. Hij heeft daar een paar dozen opengemaakt, maar niets weggenomen. Dit moet zijn gebeurd tussen de afrit Echtelt en de afrit Ochten op de A15. Mijn collega is toen achter de Ford Transit bus aangereden en dat busje is in Nijmegen aan de kant gezet en de bestuurder is daarbij aangehouden. Het was een 26-jarige man uit Roemenië. Nou, dat is alvast een goed bericht, die aanhouding. Dank voor de uitleg, meneer Krajewski. En voor u thuis dus, we zoeken vanavond nog de andere ladingdieven. Concreet, wil de politie spreken met iedereen die op de A15 tussen Tiel en Nijmegen iets van die diefstalactie zag vorige week woensdag. Op donderdag tussen middernacht en 1 uur. Daar was dus in ieder geval deze Ford Transit bij, met Deens kenteken en dus die tekst Merkoprint groot op de zijkant. Net als een soortgelijke blauwe Skoda Fabia, ook met een Deens kenteken. Die auto's hielden dus de rest van het verkeer op afstand, terwijl er uit zo'n soort grijze Opel Omega stationwagen met Frans kenteken is geprobeerd die vrachtwagen leeg te halen. Wie heeft dus deze auto's zien rijden of weet waar die laatste twee auto's op dit moment zijn? Ze zijn vermoedelijk van een Roemeense bende die in heel Europa dit soort ladingdiefstallen uitvoert. Laat vanavond nog van u horen via live.politie.nl of bel dus nu 0800 60 70 of zoek anoniem contact via M.